Yo beste mensen, what's up en welkom weer op een nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Andy van Enklis en vandaag gaan we deel 3 doen met de Glowstick Squad. We spelen vandaag Professional in Prison en de homies zijn er weer bij. Shiny boy! Wacht. Zijn jullie juist de Ghost Dick Squad? Nee, Glowstick Squad. Ik had alleen Ghost Dick Squad. Wat? Ik heb gehoord de Big Dick Squad, maar ik ben er helemaal voor, hè. Let's go! Allee, Big Dick Squad. Dus we zijn er weer bij. Shiny boy! Hiya! Godbit! Hiya! Sorry. Altijd. Yikes. Wat? Het is een chocobonbon! Chocobonbon! Weet je waar op tijd er is, boys? Nee, zeg het eens. Tijd voor aan die kaars te snuiven. September zijn kaarsen. Yankee Candle is the shit, man. En welk is je favoriet geurtje? Snowflake cookie. Dat is legit. Ah. Ja, dat is echt. Ah. En die van... Oké. Jimmy Frieder, Salt and Ghost. Foto, en het is Suzanne Brownie. Suzanne Brownie. Wow, Brownie? Allee hoor, ik. Allee, ja. Allee hoor, ik had een toeval zeg. Het is toeval hè? Welcome to the prison. Oké, jij mijn vrienden. Wereld, zout. Een foto. Ja, joh, ik word weer naar de gevangenis gestuurd. Oh. De Allee, ik zal het gewoon ook mee pakken. Oh ja, de close. Volg mij. Ik zal u laten zien waar de cel is. Goed? Ah. Ik wist niet dat hij een BDSM kinky roleplay was. Dat moet weten. Nee, hij is opgepakt ik geweest. Hoe is ik ben gepakt geweest? Gepakt. Langs voor, langs achter en heeft hem zijn proces al gehad. Mijn neus gaat hem. Wat heeft hem gedaan? Hoezo een pot Nutella gestolen? Molle. Dat is toch begrijpelijk? Dat is toch altijd hetzelfde, hè? Kijk, ik had honger en ik zag chocolade. Ja, we zullen u naar deze kant sturen. Huh? Volg mij. Ja, maar toch. Volg mij. What the fuck? Ja, zo kut, hè? Oké. Je kunt niet ontsnappen. Nee. Hier, joh. Kom terug. President Trump, we hebben een ontsnappige op de RR51. Nee, RR51. Wel, RR51, ik ben een alien. Jawel. You are something unknown. We moeten hem eerst fouilleren, hè? Heel grondig, hè? Oké. Hier op dat lijntje, meneer. Ja. Alles op dat lijntje. Laat mij het maar doen, collega's. Oké. Okay. Ja, jij hebt de expert. Allee. Stop maar weer, meneer. Dank u. We gaan nu overgaan tot de fouilleren. Heeft u een gevaarlijke vuurwapen op u? In mijn broekzak. Laat eens kijken. Ja, met allemaal. Ik heb het. Het is te klaar, het is niet gevaarlijk. Oké. Okay. Het is niet scherp genoeg. U mag gaan, meneer. U zelf verwacht nu. Ah, ik ben van een chocobonbon. Welke cel was het nu weer? Het is cel 69 natuurlijk, hè. Ah, wacht dan. Ja, dan moeten we een keer... Die is boven ergens, dacht ik. Ja, dat is wel mijn lievelingscel, hè. Vandaag is het op menu puree met dikke worst. Oeh, bij de mens. En vraag ons liever waar die vandaan komt, hè. Waar komt die vandaan? Ja, ik weet niet, we hebben die ergens ontvangen via catering, maar dat is zo'n catering, nou. Ja, dat is een Dat is de reden dat de gevangenis leeg is, hè. Boys, we hebben de lichten echt weggedaan. Meneer de... Het is wel boven te doen. En meneer, wat doet u in de operator? Ik ben echt wel mijn geschiedenis aan het wissen. Zeg, komt er een keer uit of moet ik de handboeien pakken? Meneer? En wilde een langere celstraf hebben of? Nou, ik ben mijn geschiedenis aan het wissen. Maar dat is de geschiedenis van ons.
Maar dat zijn onze PC's, dat is niet van u. Kom, zorg er eens voor dat jij ons volgt naar uw cel. Nu. Kom. Maar... Naar boven. Dat is toch echt een plaag, hè, die gevangenen tegenwoordig. Niet te doen. Wat doen we toch? Dat wordt een portie puree minder. Boys, mijn kaars. Ah, oké, ik kan er terug tegenaan. Naar boven. Ja. Up, trap op. Up. Nee. Trap op. Omdraaien, nee. Trap op. Altijd proberen, hè. Ja, altijd. Wacht, hè. 69, jij weet wel wat dat is? Ik ken deze prison uit mijn hoofd, waar ik al lang... Wacht, was dat deze cel? Was het daar van achter? Nee, dat is links. Ja, dat was hier. Ja, ja, perfect. Was hier. Gaat u maar binnen, meneer. Comfort verzekerd. Ga naar binnen. Ga naar binnen. Weer aan het spelen. Waar is dat? Naar binnen. Nee, naar binnen, meneer. Laat de deur maar rust. Naar binnen. Kom. Ah, hier heb ik al lang op gewacht, mijn potterij. Kom, naar... We gaan nu tot de medische controle overgaan. Dokter, wilt u met de thermometer in de prostaat gaan kijken met alles in orde? Ah, wel ja, ik zal een keer gaan kijken. Allee, ik zal me klaar zetten. Had ik klaar? Nee. Recht staan, meneer. Recht staan, omdraaien. Normale procedure. Ja, maar dat is de anale. Ah, wel ja. Normale. Ah ja? Zeg, dat is toch... Kan jij mijn kontverwarming checken? Ja, meneer, zwijg. Omdraaien. Omdraaien. Wat doet u in de cel van de gevangenen, meneer? Ik controleer even zijn prostaat. Nee, nu bent u ook wie gevangen. Is dat? Ah, nee, hè. Nee, meneer. Ik ben dokter, hè. We beginnen. We kennen u niet. Heb jij misschien zeep dat hij kan droppen, of je wat hij wil? Maar daar ligt er een op de plank. Echt? Dat een boek, ja? Wacht, we zullen eens zoeken. Zoek voor mij een zeepje. Ik heb een tandenborstel, tandpasta. Kijk, dokter, het is tijd dat jij een keer gaat omdraaien. Nee. Ik ben geen dokter. Voilà, hier is je boek voor uw testament te schrijven, meneer, alstublieft. Ja, jij gaat beginnen met schrijven. Maar ik kan niet schrijven. Maar dokter, het is voor u. Hè? Ik kan niet schrijven. Miss Koozie? De meneer hier, meneer Ivoidi, is als onschuldig bewezen. Pardon? Meneer, ik heb het verlaten. Echt? Fucking loser. Dokter, u heeft een onschuldige zitten examineren langs achter, dat is illegaal, u bent schuldig. Pardon? Miss Koozie? Ik weet waar ik een zeep kan vinden voor u, maar u moet mij wel voelen. Ja, nee, de dokter heeft geen zeep nodig. Nee, maar niet voor de dokter, hè, voor Mr. Voidi hier. Hè. Hij is ter dood veroordeeld, hè. Hè? Ah, oké. Meneer, begint u maar met je testament, u heeft 2 minuten. Maar moeten we daarvoor niet in een andere ruimte... Nee, hij moet zijn testament schrijven, hè, meneer. Geef hem zijn tijd voor zijn laatste willen. Laten we hem hier... Wij gaan even op onderzoek uit voor de juiste ruimte te vinden. Nee, we moeten hem strikt bewaken. Hè? Ja, maar toch... Laat me eens binnen in die cel. Ik wil naar uit, ga jij er maar in. Kom hier. Maar boys. Het is gewoon aan het flikkeren lichten. Ja, dat is die hoed, dat zal wel. Die is hier. Ja, die is hier. Ik zie die niet. Ik hoor een fucking hartslag. Oi. Waar is die? Ik hoor die wel keihard. Ik zie die kraulen. Dat is een ding met dat. Kraulen? Oh, die is hier. Wat? Wat? Jorik, je doom dus. Hè? Flikkerop, jong! Zie, als we in je cel wachten blijven, wacht ik buiten, meneer. Ben je een dokter, hè? Ah ja. Je hebt beter je testament. Ik heb geen kilometer zat op school. Hoe ligt jij hier weer?
Ja, maar het vrezen hier even. Maar die geest was ook zichtbaar, dat was te lush. Je zag gewoon een schaduw. Ja, precies. Jawel. Ik had beter inderdaad, zoals je zei, Johnny Boy, mijn testament geschreven. Ik had in uw cel moeten blijven. Maar geen zorgen, dokter, ik zal u... Van waar kwam die? Van links. Ja, dat was de gevangenisstraf. Nee, dat was erin blijven. Maar waarom, meneer? Ik ben al schuldig. Meneer, ik heb je vragen laten, dat is niet eerlijk. Okay. Je hebt een testament hier gegooid. Ikke, de thermometer gaat naar Johnny Boy. Ja, Remy, jij moet erin. Chop, chop. Oké. Okay. Nee, hier. Joke's on you, I'm into that shit. Chop, choy. Joke's on you, I'm into... Jesus. Wat? Wel, je krijgt van mij geen Wat are you doing? Are you here? Ja, ook wel. Neighbor. Are you here? Ah ja. Vanaf waar die kwam. Dus gaan we eigenlijk naar ghosten te doen? Ja. Are you here? Stel daar, zie je die cel daar die dat open is? Die kwam vandaar, want die heeft die open gedaan. Oké, dan gaan we naar daar. Veel geluk, Andy. Ik ben een lul aan het volgen. Wat, een lul aan het zeggen? Ik ben aan het lullen aan het... Oh. Ik ben een lul aan het volgen. Waar are you? Jongens, allemaal vieze getuigen. Die was het zijn. Are you hier? Hier is niet. Oh, is Susan Browne. Allee, Susan. Susan Brown. Jesus, we hebben hier een rough night. Het is er echt juist naast, by the way. Shhh, dat ligt uit. Ik denk dat hij juist onder is. Ja, ik ook. Niemand is thuis. We willen geen koekjes. We willen geen koekjes kopen. Je moet al eens hier, hè. Allee, laat maar de camera's er eens een keer aan bijhalen. Wat is dat hier iets open? Hier, die cel is open. Oh, jezus. Are you here? Ja. Die is hier. Vandaag kan ik niet doodgaan. Nee, oh, ik vind... Pas op, hij komt. Ja, hij heeft dat nu te pakken, Remy. Ja. Dat fuck, dat is raar, dat is gewoon een schaduw. Ik heb toch gezegd? Huh? Wat? Je vliegt omhoog? Is dat klein kind? Wat? Je vloog omhoog? Remy, je vloog 3 meter in de lucht. Ja, dat weet ik. Ik zie mijn lichaam weer liggen. Heb je dat gezien? Nee. Andy, alsjeblieft, zeg maar dat je het gezien. Van waar dat Gelle zei dat hij kwam in die cel, het is letterlijk de cel daarnaast dat hij kwam gekropen. Links ervan naast. Ah ja, die deur is... Ah ja, het werd altijd open. Want wel, die kwam van deze, denk ik? Ja, die gaan we wel eens moeten spelen. Hier? Nee, die hier, naast, links, ja. Deze. Ja. Van hier kwam die. Spiritbox ligt daar ook nog maar op. Het is niet aan het vriezen. Geen MF. En die daarnaast? Open. We zijn allemaal open.
Ja, voor ons, ja. Het was niet verder dan de pilaar. Oh, die is echt gespaard. Die is aan het hunten. Va. Nu komt hem in twee cellen links van u, Lenin, uit. Hij gaat in... Oh, hij gaat van cel per cel. Dat is echt een gewone kiet, ja, hij komt naar u. Nee, nee, hij gaat verder. En voorbij. Dan heeft hij juist dorpen gedaan. Oei, joh. Echt een gewone kiet. Het is u. Dat is echt gewoon met die, twee, met die verschillende monden. Weer al. Ik heb gewoon die deur terug toegedaan. Vanavond. Maar dat helpt, hè. Is er nog aan het hunten? Kom, we gaan daarvoor staan. Voor de poort. Bodyblok. Oké, Sean, we moeten naar buiten lopen. We gaan onze shit halen. Ja, al het materiaal dat we nu hebben is nutteloos. Ja. MF is nog niet afgegaan, thermometer is nutteloos. We hebben eigenlijk nog niks. We moeten een foto... Wij blijven niet staan, Andy. Ja, dat is goed. Bewaking. We moeten een fotocamera hebben. Of voor... gaan we hier in de deur staan? Misschien iets kleiner. Een videocamera, ik guess. We fixen dat wel met twee. Blijf anders bij vier even? Of... Hij zit boven, denk ik. Horen. Ja. Oh. Hij is boven, dan moeten we terug naar beneden, Is hij maar boven? Oh, bij ons boven in de cellen. Ah. Ja, hij gaat van de trap af. Ja. Hij komt... Hij raakt niet op wel iets op tijd. Fucking gore monster dat hij is. We hebben wel lekker gespeeld, hè. Oh, waar is hij? Die is weg. Nou, het is gestopt. Die is hier gestopt met hem met zich zichtbaar te maken. Ja, toen ik dat ging, zag ik niet echt alleen een schaduw. Okay. Ja, ik zag u vliegen, letterlijke figuren. Amai, dat was te grappig. Niet! Ghost hiding. Ja. Remy. Oh. Blok B. Oh. Ik hoor al deuren. Hoe zelf? Echt een ballon ook van. Nee. Huh? Met niet welke cel. Laat je komt gewoon weglopen. Are you here? Give us a sign. Ja, die! Oh, 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 oh. Waar het je? Hier, Jorik. Toch die cel? Hier heeft hem die gezegd. Spirit box. Je moet een keer met je EV op die tralies gaan. Letterlijk, dat kan van tijd zien op niet de ronde dingen, maar zo de platte dingen, dat je van tijd een vingerafdruk ziet. Yep. Ja, heb gelijk. Bah! Wacht, ik ga de camera hier zetten. Hier, ja, ik zie de fingerprint. Spirit raid, poltergeist. Maar we moeten niks doen, hè? Het kan toch alleen maar ghost hiding of ghost erop zijn? Ja. Ah wel, we hebben toch zicht op het boek? Ja. Of het moet freezing temperatures worden, maar dat heeft nog niemand gehad, dus dan niet zo. Ja, bok. Okay. Spirit, inpakken, wegwezen, heeft iedereen het? Nee, het ook niet. Wacht, van een geest. One pro team, high five, joh. Bang! High five, Sean. Nu kunnen we kiezen ofwel boezem of we gaan een foto halen. Wacht, wat moeten we nog hebben? Ah ja, een foto. Allee dan. One of us will die, but it's a price we're willing to pay. Schattenbouten zijn thuis. Zijn we bezig. Zij is plezant met die fucking tandpasta. Zo biedt tandpasta wat de zon niet schijnt. Ik doe niks, ik sta hier bij het toilet. Bullshit. Ik denk dat hij te veel zout heeft gesnoven. Ja, of zoals kiek zout smaakt. Snuif. Hier is de zeep. Oh, nee. Die gaan ook hunten voordat we buiten zijn, zeker? Waarschijnlijk. Pam. Het is nu het moment, Suzy. We zijn bijna weg. We komen niet meer terug. Hoi. Doei. Doei. Doe moeite. Kom op. Ik weet niet of er activiteit is geweest, want nu is er pas activiteit. Ja, inderdaad, zat. Wow. Maar echt maar twee. Dat was een 10 keer niks. Yo, Sean, je ding is terug naar 9. Zet die is naar 6, 8. Ja, die hangt ons niet.
Die hunt ons niet. Lazy ghost. Ik ook hier, ik kan het trekken gewoon. Ben ready? Ik ga checken, normaal gezien heb ik alles ingevuld. Ja, ik heb alles ingevuld. Nu is er keiveel activity. Bruh. Ja, typisch. En niet serieus. Dat is hem wel een wou zijn. Dat heb ik daar straks gemerkt toen dat hem twee keer hunten in groep. Was toch maar. Een plepgeest, ja. Dit is professional, kom aan. Ja, en dan zo op korte termijn twee dooien en dan zo, oh, gaat iedereen dit wel overleven in één keer? Niks meer. Dan niks meer. Nog niet eens movement. Wel ziezo, boys en girls, dit was het dan weer voor deze video. Hopelijk hebben jullie genoten. Doe alvast even dat blauwduimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Ga hier beneden in de beschrijving een keer kijken, staan twee YouTube-kanalen. Die van Turbulence en die van Godbed. Mannen, bedankt allemaal om mee te doen. Dat is niks, dat is graag gedaan. Dat was fucking amazing. Tot de volgende keer. Ja, letterlijk. Nog een keer. En boys, vergeet niet, slaaf een keer goed aan die kaarsen. dat moest komen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Bye bye. Bye bye. Bye.